Het hele leven is het nemen van beslissingen en het dragen van de consequenties daarvan. Hans Breiveld. Goedendag, ik ben Brenowski. Welkom bij mijn YouTube kanaal. Een kanaal dat gaat over groei en positieve motivatie door middel van citaten. Het hele leven is het nemen van beslissingen en dragen van de consequenties daarvan. Hans Breiveld, voor mij vader Hans, zijn woorden hebben me altijd bijgestaan bij het nemen van beslissingen. Heb jij dat ook? Dat je af en toe geen besluit kan maken? Of dat het af en toe te zwaar voelt? Ga ik vol voor deze relatie? Ga ik deze relatie beëindigen? Ga ik een nieuwe baan kiezen? Ga ik vandaag lekker Netflixen? Of ga ik naar de sportschool? Ik geloof dat we allemaal wel eens geconfronteerd worden met het moeten nemen van besluiten of een beslissing moeten maken. Het hoeft niet allemaal leven of dood te zijn, maar het kan best wel uitdagend zijn. Ikzelf ben een denker. Ik neem altijd de tijd om goed na te denken voordat ik een besluit neem. Heel goed, omdat daardoor neem ik een weloverwogen besluit. Maar soms duurt het ook even te lang. Dan mis ik net het moment, omdat ik te laat een besluit heb genomen. Herken jij dat? Wat het antwoord ook mag zijn, ik hoop dat de woorden van mijn vader kan bijdragen in het nemen van beslissingen. Want het belangrijkste is eerst te kijken van, kan jij de consequenties dragen voor het besluit dat je gaat nemen? Daarna is de tweede vraag die je zelf kan stellen, wil ik de consequenties dragen voor het besluit dat ik ga nemen? Als het antwoord op beide vragen ja is, gewoon doen zou ik zeggen. Nabeschouwingen zullen er altijd zijn. Dat is helemaal niet belangrijk. Belangrijk is dat jij de consequenties draagt voor het besluit dat je hebt genomen. Want als het goed uitpakt, dan weet je voor de volgende keer, hey, ik kan weer hetzelfde besluit nemen. Als het minder goed heeft uitgepakt, kan je leren van wat precies niet goed ging, dat verbeteren en volgende keer een ander besluit nemen. Beslissingen nemen blijven een lastig en uitdagend iets in het leven. Het kan verlammend werken en jou het gevoel geven je even niet weet hoe verder. Mijn tip is om jouw zorgen en de consequenties daarvan, als je een besluit zou nemen, bespreekbaar te maken. Ik doe dat door met mijn vrouw, mijn ouders, mijn brothers en sisters, een collega, een medewerker, mijn leidinggevende, te sparren. Door mijn situaties uit te leggen, kom ik tot nieuwe inzichten en krijg ik af en toe ook wat goede feedback of advies. Met al deze informatie neem ik dan een bewust besluit. Ik sta dan ook achter mijn besluit. Want het leven bestaat uit het nemen van beslissingen en het dragen van de consequenties daarvan. Hans Breiveld. Vond je dit een motiverende video? Geef dan de lobby door een duimpje omhoog. Ken jij iemand die inspiratie of motivatie nodig heeft? Deel deze video met ze. Want wie weet, geef deze video hun hoop. En ik geloof, hoop doet leven. Ik maak elke week één video dat gaat over groei en positieve motivatie door middel van citaten. Dat doe jij en ik samen door eigen ideeën, gedachten en zienswijzen met elkaar te delen. Dat zie ik als de sleutel voor groei. Dus abonneer of subscribe op dit kanaal om nooit een nieuwe video te missen. Ik wil je bedanken voor het kijken
Ik wens je een vreugdevolle dag toe en zie jou bij de volgende video Lobby. Het hele leven is het nemen van beslissingen en het dragen van de consequenties daarvan. Hans Breiveld.